En dan tussendoor Cavendish. Dat moet hem dan worden. Daar is Terkele. En daar is de voorsprong. Welkom allemaal bij de 14e aflevering van TN Pot Bene. Vorige week Tom Pietermaat. En ja, we konden eigenlijk niet anders dan in de familie blijven. Frank Pietermaat, welkom. Hallo, dag Luther. De broer van Tom Pietermaat dus. Ja, word je vaak zo geïntroduceerd, vraag ik me af? Vroeger meer dan nu. Oei, dat wil wat zeggen, denk ik. Nee, dat was vroeger, ja, in Torp en in omstreken was dat natuurlijk Tom die wat bekender was. Omdat hij bij Westerlo, bij KV Mechelen, en dan word je daar vaker op aangesproken. Als ik zelf nog studeerde, was dat ook zo. De mensen die wat voetbal volgden, hij speelde natuurlijk, als het Eendracht Aalst-Ruppelbo met die uitschakeling tegen Anderlecht. Ja, dan op zo'n momenten worden al vaker aangesproken als de broer van natuurlijk. Ja. Nu zitten er zo minder mensen in mijn omgeving die ermee bezig zijn. Ik denk zo wat dichtere familie of familie van mijn vriendin. Die weten natuurlijk wel wie dat is. Ja. Maar ja, allee, mensen weten natuurlijk wel wie dat Tom Pietermaat is. Ja, sommige mensen weten waarschijnlijk ook wel wie Frank Pietermaat is. Want je hebt, ik weet het niet exact, maar toch om en bij de 1400 volgers, ja, gewoon net iets minder. Net iets minder. Ja, sorry. Maar ik heb sinds de laatste week wel veel Beerschot-supporters die mij beginnen volgen. Dus ik moet beginnen oppassen. Ja, 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 je moet opletten met je tweets vanaf nu. Maar wordt er ooit zo ook soms tegen Tom gezegd, ben je de broer van? Of is dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou het hem eens moeten vragen. Ik denk waarschijnlijk niet zo echt. Ja. Ik vraag me altijd af, hoe is het om broer te zijn van een profvoetballer? Want ja, is dat dan hetzelfde? Mijn broer speelt in derde provinciale. Is dat hetzelfde om naar de voetbal te gaan zien? Ik ga naar de voetbal zien voor mijn broer bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ik het daarmee wel kan vergelijken. In die zin dat ik merk... nu sinds twee matches, sinds dat hij terug in de basis staat, maar ook ervoor, als hij zo aan die terugweg bezig was, dan gaat er wel weer wat meer mee bezig zijn. Het is niet dat ik de resultaten van Beerschot niet volgde tijdens die periode van afwezigheid, want je wil natuurlijk nog altijd dat de ploeg het goed doet, want dat heeft ook een impact op de carrière van Tom. Maar ik ben er wel meer persoonlijk bij betrokken als hij op het veld staat. Ja, ik merkte ook persoonlijk voor mij dan... ik heb even voor de club interviews gedaan en zo. En hoe meer ik de spelers persoonlijk kende, dus wat ook het geval gaat zijn bij u en Tom, hoe echter dat werd en hoe heviger ik ook werd in bepaalde dingen. Ja, nee, dat is waar. Dat herken ik perfect. Ik zie dat ook. Hè. Ik kan perfect naar een match van Beerschot kijken waarin Tom speelt en er veel harder in opgaan dan in naar een match van Beerschot waarin dat hij niet speelt. En dat was vroeg... er zijn zo nog mannen geweest, hè, van na een tijd leerde hier een Jimmy de Jonge. Die heeft... Ja, ik ken die van waarschijnlijk sinds dat hem 9 à 10 jaar oud is, omdat hij in de jeugd zat bij Westerlo met Tom. Ja, dan vind je dat wat plezanter. Hè. Dan kijkt hij er zo wat meer naar. Dan gaat er wat meer in op. Dus ik snap dat wel. Ik voel dat ook perfect op die manier aan, denk ik. Dat echt wel... een rol van betekenis speelt en het verschil tussen hij speelt wel of hij speelt niet. Ja. En ik merk dat bij mijn ouders is dat ook zo. Hè. Mijn moeder die gaat dood van de stress als Tom speelt. En als die niet speelt, heeft ze net iets minder stress. Maar nog altijd wel gezonde stress. Ja, dat is gezond. Ja, gezond. Ja, jouw broer staat een beetje bekend als de grote grappenmaker. Is hij dat thuis ook? Ja, hij heeft altijd zo wat dat qua jongensachtige gehad. Dat herken ik wel. Van die eerste jaren dat hij bij Beerschot zat en met het front en al die dingen. Ik heb dat dan zo wel wat gevolgd. Ja, dat is echt een begrip. Dat nog is altijd, legendarisch. Hè? En nu ziet dat ook wel. Ze ziet de contacten die dat hij nog heeft met spelers van vroeger. Je merkt wel dat dat heel hecht is. En dat ontstaat vaak door zo van die kleedkamerdingen. Hè? Ik heb dingen gehoord van... niet alleen Tom... Maar ja, het verhaal van Danny Geerts heb ik al gezegd, heb ik al eens verteld met de kleren. Maar ook, hij heeft mij ooit iets verteld. Het eerste dat ik meepak op stage is een pot choco om aan de deurkwinken te smeren en die dingen. Het is wel... en qua jongen is denk ik de perfecte omschrijving van Tom Pietermaat. Ja, en ik denk dat... ik weet niet of dat nu, maar in die eerste jaren natuurlijk, je zit dan in de lagere reeksen en zo. Dat heeft nog net iets meer, dat ongedwongenheid. Ik weet misschien dat dat nu op stage anders is. Ik weet dat niet. Dat zal misschien iets serieuzer eraan toegaan. Maar ik kan mij niet inbeelden dat die dingen ook volledig achterwege blijven. Ik denk dat dat er altijd wel zo wat in zit.
Zelf, allee, ik moet zeggen, toen dat ik de aflevering met Jan van den Berg beluisterde en het verhaal van de gin tonic in de drinkbus, ik wist dat niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had nu deze week, was er, ik denk de vrijdag dat was, stond er een groot portret van hem in de Gazet van Antwerpen. Waarin dat hij ook verhalen vertelde van in de kleedkamer van Aalst en zo. Dat wist ik ook nog allemaal niet. Dus allee, ik denk dat de verhalen nog verder reiken dan dat ik eigenlijk weet. Ja. En misschien goed ook. Misschien, allee, ja, dus is... misschien komen we er ooit allemaal nog wel achter. Als er ooit... Als Tom ooit zou trouwen, dan dat er wel wat boven gaat komen, ik zal het zo zeggen. Zijn memoires of zo. Maar dat zou nog iets zijn. Ja, stel mij kandidaat om die een boek te schrijven. Ik denk, Danny Geerts zou dat ook heel graag doen, denk ik wel. De memoires van Tom Pietermaat. Heb je een titel? Nog niet, maar ik wil er wel eens over nadenken en een percentje voor vragen. Laat het ons weten als je er een gevonden hebt. Ja, voor de rest vraag ik mij dan ook altijd af... Hoe is Tom als hij thuis is met voetbal? Want hij is wel het type dat een week lastig is als hij verloren heeft, denk ik. Met een week het nog chance. Ja, voilà. Maar is dat dan ook zo? Want jij bent een grote Tottenham supporter. Ja. Hij is een heel grote Celtic fan. Ja. Is dat ook... Maar het is natuurlijk niet dezelfde competitie. Dus botsen kan het ook niet. Nee, daar hebben we vrij weinig meningsverschillen over. Omdat dat inderdaad een andere competitie is. Maar naast het veld, ja, ik denk... Allee, zijn ganse leven draait rond voetbal eigenlijk. Hè. Alles. Dat is vanaf dat hij klein was. Altijd zo geweest. Dat was bij ons thuis eigenlijk ook altijd zo. Wij zijn opgegroeid met voetbal. En dan aan een tijd is dat inderdaad... wij waren van kleins af, volgden wij wel zo wat de Premier League. We zijn eens naar Man United bijvoorbeeld geweest. Ik ben dan wat geshift naar Tottenham. En tegelijkertijd is mijn vader eigenlijk, allee, iets ervoor, Celtic beginnen volgen. En dan regelmatiger beginnen gaan. Ja, Tom heeft dat dan mee overgepakt. Ik was wel minder geboeid door de Schotse competitie. Maar bij hun twee zit dat er echt wel heel hard in. Want Tom... pakt alle momenten die hij kan om naar daar te gaan. Ja, ook, ja, niet alle momenten, maar ik denk als het kan... toch 3-4 keer op seizoen, denk dat ik. Dat probeert hij wel te doen. Ik denk, mijn vader gaat zelfs nog net iets meer. Ze zijn nu ook samen geweest eind december om tegen Rangers te gaan zien. Maar ik merk dat ook. We hebben zo'n WhatsApp-groep met ons drie. En daarin gaat dat 90% van de tijd gaat dat over voetbal. Als het niet over Beerschot gaat, gaat het over Celtic. Gaat het niet over Celtic, gaat het over Tottenham. Dus dat draait zowel waar rond of andere dingen dat erbij komen kijken. Maar los daarvan is dat eigenlijk... Allee, dat gaat misschien verrassend zijn, maar een heel kalme jongen. Dat is raar eigenlijk. Ik ken je helemaal zo niet. Dus ik ken je altijd als... Die gaat op een vrije dag gaat die wandelen met zijn hond of gaat hij een koffie drinken bij mijn ouders en is dat eigenlijk gewoon de rust zelf. Ook omdat, denk ik, zijn lichaam heeft dat wel nodig om af en toe die druk eraf te nemen. Maar dat is Tom Pietermaat ook wel. Dat is raar eigenlijk, hè. Dat is totaal niet hoe ik Tom Pietermaat ken. Ik denk... Tom Pietermaat als een grapjurk, de bezige bij, de druktemaker... Maar ik ken hem totaal niet als een rustige jongen eigenlijk. Ja, en nogthans, ik zeg het, ik ben er vorige zaterdag geweest. Bedankt om hem daaraan te herinneren. Ja, hij was er dus. Hij was thuis. Ik ben daar geweest en dan zitten we ook gewoon rustig 2 uur in de zetel. Het was Leicester-Chelsea, hebben we daarna gekeken, ondertussen wat bijgepraat. En dat is het. Dan zitten wij rustig een koffie of een thee te drinken. Lijkt 2 oude mensen, maar zo gaat het. Tom Pietermaat is het tippen dat als hij 80 is op een bankje naar de jeugdvoetbal gaat kijken een hele dag? Dat zou kunnen. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik kan mij dat op dit moment moeilijk inbeelden, wat dat je zo binnen, dat zal dan 55 jaar zijn, wat dat je dan gaat doen. Ja, weet je eigenlijk wat hij gaat doen? Want ik heb hem dat niet gevraagd vorige week. Na zijn carrière, want je blijft niet eeuwig profvoetballer. Ik denk dat hem daar wel ideeën bij heeft en dat hem daar wel dingen over zal nadenken. Maar zo echt al concreet mee bezig zijn, dat weet ik. Ik ben heel blij dat hem een diploma heeft. Allee, dat hebben mijn ouders ook altijd gezegd, van los van de voetbal, ziet dat je een soort van verzekering hebt, hè, voor moest het misgaan. En het is er nu al dichtbij geweest. Ja, 2 maar keer eigenlijk. Ja, zijn knie en zijn enkel. Allee, hij hangt malen van één. Is dezelfde kant trouwens ook? Ik denk van wel. Maar nu gaat hij mij doodschieten als dat niet zo is. Maar ik ga gokken. Ik denk dat het allebei links is. Ja, ik heb dat ook. Al mijn zware blessures zijn aan de linkse kant. Ik twijfel nu wel. Ja, zwart. Ik zal het wel horen van hem.
En wat was ik nu aan het zeggen? Dat hij wel dat diploma heeft, dat is wel belangrijk. Allee, wat heeft hij gestudeerd? Marketing. Geen idee. Marketing. En dat was, want dat was de running joke toen dat hij met Ruppel Boom Anderlecht uitschakelde. Dan had hij de dag erna examen. Dus dat was zo... Dus daar is hij mee in het nieuws gekomen. En heeft hem zijn examen gehaald? Ja. En Radio 1 was morgens nog op de speelplaats geweest om hem te interviewen. Ja, Tom Pietermaat, jij staat hier nu. Al uw ploegmaat zit waarschijnlijk nog met een kater thuis en jij komt hier examen doen. Ja, ik doe hier examen. Ja. Dus dat was zo... ik zie hem al zo staan. Voor- en nadeel. Hè. Heerlijk. Tijd voor de Beerschot-quiz. Ik kon niet anders dan een vraag stellen over Tom Pietermaat voor de eerste. Zoals altijd kunnen jullie meespelen thuis. Laat zeker weten in de comments wat de antwoorden zijn. En op het einde van de vijf vragen zal ik de antwoorden geven en zeggen hoeveel je gehaald hebt. Ja, Tom voorbijsteken zal heel erg moeilijk worden. Ja, hij is de enige die tot nu toe 5-5 heeft gescoord. Ik heb mij wel alleen zo wat... kwaad gemaakt, omdat het zo lang duurde voordat hij Rick Koppes vond. Ja, Rick Koppes was echt... Dat vond ik echt... Eigenlijk, ik vind eigenlijk dat ik het hem niet mogen geven, maar ja... Nee, ik vond net te veel hints, maar net te veel hints, maar omdat het Tom Pietermaat was... Ja. En omdat de anderen zo vlot gingen, vond ik wel dat hij hem niet verdiend had. Eerste vraag, hoeveel doelpunten, of doelpunt, maakte Tom Pietermaat al voor Beerschot? Ik denk 1. Jij denkt 1. Krijgt een bonuspunt als je weet voor welke, in welke wedstrijd. Ah, wel... Ik ga het zeggen, want ik heb erover nagedacht. En die wedstrijd was op Staaien. Maar het was niet tegen Sint-Truiden, maar ik weet ook niet meer tegen welke ploeg dat het was. Of is het nog een ander doelpunt ook? Wacht. Eén doelpunt zeg jij als dingen, maar weet je welke wedstrijd? Nee. Ik ga het zo niet zeggen. Welke legendarische Braziliaanse doelman, die ondertussen gelinkt wordt met een terugkeer naar het Kiel, als keeperstrainer, keepte met 2 gebroken ribben de finale van de beker in 2005. Dat moet Luciano zijn. Welke boomlange Nederlandse spits werd manneke van het seizoen in 2014-2015? Dairon Daal. Ik geef jou de transferhistorie van een speler die momenteel in de kern zit en jij moet zeggen wie het is. Begonnen bij de U19 van Charleroi, dan naar OH Leuven gegaan, dan in 2013 naar Lommel United... Dan opnieuw naar OH Leuven, dat was een uitleenbeurt. Dan in 2014 naar Mons, naar Bergen. 2015 Sparta Rotterdam. En dan Maurice Brogno. Maurice Brogno. Ik ga ze niet het antwoord geven. Hè. Hoeveel eikels, en dit is echt waar, hoeveel eikels staan er op het huidige logo van Beerschot? En de beer telt obviously niet mee. 3. Dat waren alle 5 vragen. En ik moet zeggen... 5-5 en ik denk sneller dan Tom Pietermaat. Dus inderdaad, één doelpunt gemaakt voor Beerschot. En wel... tegen Kokzijde. Maar dan heeft hij, ik denk echt dat hij er nog één heeft gemaakt. Nee, op transfermarkt staat er maar 1. Dus, wel die tegen Kokzijde met zijn linkervoet. Ja, nu herinner echt, ik het mij echt wel. Een waanzinnig doelpunt. Ook. Ja, dat echt, herinner ik me nu wel. Dat was echt de slechtste wedstrijd die ik ooit gezien heb. Maar hij heeft toen gescoord, 1-0. Enigste doelpunt, denk ik. Oké, van die wedstrijd ook. Ik blijf er echt bij dat in zijn eerste jaar... Maar in een oefenduel? Nee, ik denk in zijn eerste jaar, toen dat hij in februari of zo begonnen is, hè, na zijn knieblessure, dat hij toen op Staaien gescoord heeft. Maar dat was niet tegen STVV, want dat speelde... Nee, dat was een ploeg die in het stadion van Sint-Truiden speelde. Te sport of zo. Ik weet niet, we gaan erachter. We gaan er inderdaad achter, maar ik heb hier mijn gsm, dus we gaan dat gewoon ineens kunnen zien. Tom Pietermaat, transfermarkt. Er staat hier echt 1 doelpunt. Het kan, hè. Statistieken van de Rode Duivels en zo, waar Tom ook gespeeld heeft. Ja. 2016, 2017 tegen KVV Kokzijde. Ja, dat 0-1. Weet ik nu wel nog met zijn linkervoet. Ja, daar was ik niet, maar mijn ouders het wel. Het vorige doelpunt was in 2012, 2013 met Eendracht Aals tegen FC Sint-Niklaas. Sportkring Sint-Niklaas. Wellen. In het eerste jaar... In eerste provinciale dan? Ja, ik denk het. Of was dat vierde klas? Ah, maar het kan zijn dat dat niet op transfermarkt staat. Ik denk het. Ah, wel, Tom zegt, want ik heb hem nu wel een bericht gestuurd. Ah, nu heb je hem juist een bericht gestuurd. Oké. Ja, tegen Wellen.
Ja, op ST. Dus heb ik nu 4 op 5? Want dan heb ik mijn eigen in de voet geschoten. Nee, ik vind nog altijd 5 op 5. Want het zijn officiële doelpunten die op transfermarkt staan. Maar ja, die vierde klasse, die staat daar waarschijnlijk gewoon niet op. Okay. Dan de Braziliaanse doelman is inderdaad Luciano. Darondao is de Nederlandse spits. Ja, ik heb bijna Diron gezegd. Daar heb ik mijn hoofd eens even over afgetrokken toen ik dat deed. Loris Brugno is de jongen die we zochten. En hoeveel eikels staan er op het huidige logo van Beerschot? Dat waren er ook 3. Dus voor mij 5 op 5, al denk ik dat Tom een klacht gaat indienen bij de licentiecommissie of zo. Ja, het kan allemaal. Ik ga 5 op 5 geven. Dus Tom en Frank Pietermaat staan momenteel aan de leiding. Het zal dus een trofee worden om te delen. Ik stel voor dat je bij je ouders zit. Ja, dat zal het veiligste zijn, het eerlijkste. Ook. Ja, oké. Okay, ja. Voilà. Dan moet ik wel nog achter een trofee. Dat heb je nu wel gezegd. Dus, Ja, ik had het Tom beloofd. Dus ik hoop nu dat er niet nog iemand anders ook 5 op 5 haalt. Want dan moet ik er 3 gaan halen. Dan wordt het wel wat veel. Westerlo-Beerschot is het volgende dat op mijn lijstje staat. Tom Pietermaat was voor mij dan toch de beste van het veld. Ik vond hem alleszins, hij zei dat zelf ook, vond dat hij, je zag dat hij zich beter voelde dan tegen Virton. Het veld leende zich er ook meer toe. Ja, het is een goed veld, hè? Ja, het is een prachtig veld. Als je het van dichtbij bekijkt, je kunt er weinig op aanmerken. Maar ik vond hem heel sterk spelen. Zeker in combinatie met Joren. Maar in de tweede helft, toen Joren terugzakte, heeft hij ook nog redelijk zijn plan getrokken. En uiteindelijk, die match duurde toch ruim over de 90 minuten. Dus dan ziet op Virton had hij er toch ook al 80 gespeeld. Dus dat is toch een goed teken. Ja. Maar ik vond hem heel sterk. Zeker in recuperatie, maar dat is ook gewoon zijn sterkte. Het gaat niet degene zijn die vanuit de 6 een pas van 50 meter trapt, maar alles qua recuperatie en ook qua coaching. Je ziet ook, dat vind ik altijd heel... ik zie dat minder, ik heb de match op tv gezien. Maar in het stadion, wat dat Tom vaak heeft, is de neiging om naar... Ik moet daar eens op letten. Neiging om naar de coach of een assistant coach te lopen, wanneer dat spel stil ligt. Om tactisch bij te sturen. Omdat hij is heel veel met dat spel bezig. Ik denk dat hij dat vroeger ook zo die... Maar dat is een kerst, denk ik. Hij ziet het. Hij heeft die voetbalintelligentie ook heel, heel erg. Ik heb van Jan van den Berg toen gehoord, Tom Pietermaat is de beste 6 van België. Ja, dat ga ik niet. In balrecuperatie dan wel te verstaan. Ja, ik vind dat... Hij heeft natuurlijk zijn jeugd lang op die positie bij de nationale ploeg gespeeld. Ja, dat wil toch ook iets zeggen, hè? Van zijn leeftijd waren er weinig die er anders voor in aanmerking kwamen. En ik denk effectief qua recuperatie. Ik denk dat het is altijd iemand die dat je liever bij je in de ploeg hebt dan in de ploeg tegen je. Ja, ik zou er niet tegen willen voetballen. Ik heb het vroeger vaak gedaan in de tuin en zo. Ik zou het nu ook niet meer willen doen, eigenlijk. Ja, ik heb echt... ik denk echt... Mijn onkel vertelde vroeger van die verhalen. En die speelt op dezelfde positie trouwens, maar ergens in KVV of zo. En die zei vroeger, er is altijd zo ene in mijn reeks. En als ik daar tegen moet, dan ben ik al met mijn ogen te draaien. Dan zeg ik al, wil ik echt niet tegen voetballen. En die zei van, ja, maar dat is dezelfde als ik. Dat is altijd die ene die je lastig doet, fouten maakt, dingen. En hij heeft dat ook. Hij wilde ook niet tegen mij voetballen. En ik denk, Tom Pietermaat, exact, dat is Tom Pietermaat. Ja, ik zou er absoluut niet tegen willen spelen. Nee, ik zou het echt... Nochtans, in C, ik heb er natuurlijk nooit 90 minuten lang op een veld tegen gestaan, maar is dat nog wel een vriendelijke, denk ik? Ja, pas op. Ik denk ook dat hij het durft. Zo'n smeerlap. Ja, maar ik denk dat hij wel durft dingen zeggen ook om mensen op te nagen. Ik weet ook dat hij met heel veel spelers van andere ploegen tijdens een match zou die zo wel eens een babbelke doen. Ja, als het spel aan de overkant is, met een 10 of met de spits, dan durft hij zo wel eens zo'n mopje vertellen. Ik denk dat heeft hij ook wel. Maar er zullen een aantal spelers in de reeks zijn die, wanneer dat ze weten dat Tom Pietermaat erop staat, toch liever niet hun schoenen aantrekken. Nee. Wat Tom Pietermaat voor mij dan ook nog betekent, is passie en inzet. Ja, ik heb nu toevallig gisteren... ik denk dat via hun Twitter of de Twitter van Beerschot of allebei dat filmpje gezien. Dat ze ja, dus dat met de groep, allebei, ja. Met de groep voor... voor de i komen en dat hem er naartoe springt en zo zijn vuisten balt en zo. Ik denk dat dat toont dat hem er wel deugd van. Ja, maar wat ik eigenlijk daarmee wou zeggen is, dat is iets wat Beerschot in mijn ogen de laatste weken,
Want het is heel erg goed begonnen, die tweede periode. Dan is het wat teruggezakt. Een beetje miste. Ja, veerkracht in. Nochtans, er zitten wel spelers in die dat, als je zo'n Joren Dom bekijkt. Die heeft dat ook, hè? Daar kan ik ook 90 minuten lang naar kijken en denken: van ja, die gaat er elke minuut nog voor. Die zal pas stoppen. Maar dat is een stillere kracht, ik zal het zo zeggen. En ik denk, er zijn zo nog, gelijk een Mike van Amel of Dennis Prishchenko, dat zijn ook mannen met strijdkracht, met geweet. Een Dennis, als hij een tackle inzet, dat zijn tackles waarvoor het publiek. Dat zijn Engelse tackles. Ja, ook weer 5 of 6, hè, dat is gelijk in de Premier League. Als je de bal 30 meter in tribune trapt, dan krijg je daar applaus. Ja. En dat is gewoon om dat publiek even wakker te krijgen. Dus dat zit er wel in, maar ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat bij Tom, ook omdat... Dat spat er misschien meer vanaf. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Dat is ook gewoon... Dat publiek voelt dat, hè. Je voelt dat aan het publiek ook, dat die... Die band tussen hem en dat publiek dat van het moment dat hij erop zat, en ze hebben dat nu ook met Joren en terecht, ja, dat zijn mannen, zo'n mannen ziet Beerschot publiek graag. Die gaan even graag naar een Hernan Losada van 3 jaar geleden kijken als naar een Tom Pieter, maar dat zijn 2 volledig andere types op een voetbalveld, maar dat zijn spelers waarvoor dat de mensen van Beerschot naar het stadion gaan. Ja, ik heb... Ik was bezig met een aantal dingen, en ik heb ook met Jeffrey van Linden nog eens... Even samengezeten en je zei op een gegeven moment: als je bang hebt, krijg je de klop. En bange mensen, dat zien wij niet zo graag op kiel. En hij heeft, ik denk ook wel dat hij daar volledig gelijk in had, ten eerste. Maar ten tweede, ja, als er één ding is dat Tom en ook de ploeg in de tweede helft tegen Westerlo niet heeft laten zien, is dat ze op eender welk moment schrik hadden. En dat had ik wel tegen bijvoorbeeld Union. Ja. Gescoord heel erg vroeg. En dan had ik het gevoel van, ja, ze hebben wel schrik om een tegendoelpunt te krijgen. Ik had nu ook meer... Ik heb deze match zelden het gevoel gehad van, oké, Westerlo gaat hier de gelijkmaker maken. Dan hebben we wel kansen gehad, hè. Want we Allemaal trekt er dan... gaat er daar ineens zijn voeten. Ja, maar dat was nog voor de 1-0, hè. Ja, maar ja, nog... Ik vond wel... de tweede helft bleven ze wel spelen, Beerschot. Ja. Er was geen moment dat ik dacht van, ik kruip nu niet zo achteruit. Ja. Oké, je gaat dat nu... was in de vorige match altijd wel. Altijd, en dat had ik nu niet. En ik dacht ook, want toen dat Frey Frans uitviel, dacht ik wel zo even van, oei, dat komt nu wel wat aan betand. En hij bracht dan, ik zag Bronjo klaarstaan. En eerst dacht ik, oké, hij gaat gewoon met 4 van achter spelen. Maar dan schoof hem Joren naar achter, gewoon om die zekerheid te behouden. En dat ging nog altijd. En ik denk ook Bob Peters zei na de match direct dat hij het gevoel had dat ze de tweede helft overpowered waren. Terwijl dat, als je dat fysiek bekijkt, Beerschot is niet de... Tom en Joren op je middenveld speelt, dat zijn niet de grote mannen die, als je kijkt wat er bij Westerlo op stond, ja, dat zijn al iets forsere types. Ja, in het duel Maxime Bizet, Tom Pietermaat, zou ik Bizet kiezen, maar blijkbaar maar niet is... Het is kwestie van dat slim te spelen, hè? Van dat anticiperen. En maar dan lach je soms ook. Vroeger, dingen met Chelsea bijvoorbeeld, dan moet Kanté de grootste dekken. Maar de realiteit is dat hij nooit niet kan koppen, die grootste. Want Kanté doet dat altijd op zo'n manier. Ik denk dat Tom tegen Westerlo ook op een aantal uittrappen of lange ballen ook 3-4 keer kopduel gewonnen heeft tegen dat is goed. Ja, dat is... Timing in... En op de juiste plaats en op het juiste moment, denk ik. Ja, absoluut. Het was in ieder geval een goede teamprestatie. Of het heel erg goed voetbal was, laten we dat nog in het midden. Want dat was in mijn ogen niet het geval. Manneke van de week. Ja, voor mij was dat Mike van Amel. Goeie keuze. Vooral omdat na 20 minuten, ik denk dat na 20 minuten was, die kans van Bruls, dat is eigenlijk voor mij is dan een vroege matchbal. Omdat als die binnengaat, je weet eigenlijk dat je de laatste weken, en deze match ook weer, dat je heel moeilijk scoort. Dat je heel moeilijk echt grote kansen afdwingt. En als je dan 0-1 achterkomt, dan denk ik dat die hele match toch heel anders uitdraait dan nu. Je gaat ook meer die stress krijgen om te moeten scoren. Dat heeft dan ook al wat moeite. Dus ik vind die redding van Van Amel, vind ik eigenlijk... Omdat hij houdt zich heel lang recht ook.
Omdat je ziet, Bruls op het moment dat hij, ik denk dat hij Dennis voorbij draait, probeert hij hem zo wat te stiften. Maar omdat Van Avermaet zijn eigen zo lang zo breed houdt, raakt hem er niet voorbij. En ja, het is echt een waanzinnige redding. Het is één op één. Maar ik denk ook, ik vind dat een schitterende key. Hij heeft presence, hij heeft uitstraling. Als je daar als spits op afgaat, ik zou er liever niet op afgaan. Want ik moet ook zeggen, ik ben verbaasd dat hij er nog is. Ja, klinkt misschien raar, maar als je kijkt naar Genk bijvoorbeeld, een kapitaalkrachtige ploeg, die hebben problemen met een keeper. Ik weet ook niet of dat er vanuit 1A zoveel naar 1B gekeken wordt. Van Hamel is toch toen van... dat wel, maar ik denk nu in zo'n wintermercato, of dat er veel ploegen zijn van 1A die zo denken van oké, we gaan iemand uit 1B halen om ons te versterken. Dat zie ik bijna niet. Meestal omgedraaid, hè? Ja. Uit 1A mensen ja, die... Ja, dat is nu ook weer met een paar... Daar gaan we het zo biedt nog over, ik ben niet te snel. Maar voor mij maak ik Van Hamel, ik denk als kapitein ook, dat is iemand die dat ik als kapitein zou willen hebben ook. Ja. Omdat ik op zo iemand zou kunnen vertrouwen. Mike van Hamel, heel mooie keuze. Ik kies er ook altijd ene. Vorige keer was het Tom Pietermaat. Ik ga niet twee keer op rij dezelfde pakken. Tenzij, ik moet eerlijk zeggen, hij heeft een veel betere wedstrijd gespeeld dan vorige week. Ik ga deze week voor een iets minder voor de hand liggende keuze, denk ik. Tariq Tissoudali. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen gaan denken, waarom? Ja, die jongen heeft gewoon... Die heeft echt... Maar echt heel erg hard gewerkt. Ja. Heeft heel veel pech gehad gewoon. Want ballen die niet aankwamen, die niet goed getrapt zijn. En laat op bepaalde momenten flitsen zien waarin je denkt... Oké, dit is volgens mij de beste voetballer die we hebben. Maar heeft dan pech en is wel ongelukkig in zijn acties. Maar is wel blijven lopen, zowel aanvallend als verdedigend. En ik denk dat dat iets is dat we misten. Ja, iemand maar ook, die... ook toen dat ik voor de match de opstelling zag en de namen die erop stonden... dacht ik ook zo wat van, oei, van waar gaan die kansen komen? Van waar gaat dat gevaar gecreëerd worden? Maar effectief, de match die Tariq speelde, was heel sterk. Was ik vond dat wel. Zeker in de eerste helft was hij niet super, maar er was ook geen aansluiting. Hè? Stonden met twee altijd. Ja, ik heb het ook op televisie gezien, ik had het gevoel. De anderen stonden zelfs niet in beeld. Hè? Nee, Holshouser zakte in de tweede helft ook heel veel terug om vandaar het spel te maken. Maar dat goed is, denk ik. Ja, maar dan liep het ook inderdaad gewoon met... Ja, toen dat Bronjo erin kwam, hadden iets meer die aansluiting. En vandaar dat doelpunt ook komt. Maar ik vond hem inderdaad, ik vond Tariq heel sterk spelen. Ja, absoluut. Ik vond die heel erg goed. En Loris Bruno, waarom hij mijn manneke van de week niet is, hij maakt natuurlijk dat fantastische doelpunt. Loris Bruno, ik krijg daar zo wat een Del Piero gevoel bij. Ja, we zetten die erin in de 70ste minuut en die zal nog wel een goal maken, maar laat die alsjeblieft niet starten aan een wedstrijd, want dan... het was natuurlijk op Virton, de week ervoor. Ik denk dat logisch was dat hij hem naar de bank verhuisde voor deze week. Ja, tuurlijk, hij was niet goed, vond ik. Maar ik vind dat hij wel goed ingevallen is. Ja, maar hij valt altijd goed in. Terwijl bij die goal, ik zie hem aannemen en ik dacht echt... Trap, trap, trap. En hij doet dan nog zo'n sleepbeweging dat ik denk van maar nu gaat hij hem buiten. En dan trapt hij hem toch nog binnen. En... Ja, dat was heel erg mooi. Het was een heel erg mooi doelpunt in ieder geval. En terechte overwinning ook. Hè. We gaan het nog even hebben over transfers. Ja. We gaan beginnen met OHA Leuven. Ja. In het begin van het seizoen Tom van Ifte binnengehaald. En nu een tweede ex-sterkhouder van Beerschot, Jan van den Berg. Ik vind het een... Een rare en geen rare transfer tegelijkertijd. Ik denk sowieso zal Van Ifte denk ik een rol gespeeld hebben. Ik vraag me dan af, Jan van den Berg, waarom naar OHA Leuven en niet naar Beerschot? Ik heb het mij ook al afgevraagd, want ik zou... Alleen moest ik in Jan zijn plaats zijn. Ik zit bij AA Gent en ik weet... Want ze hadden, ik denk, nog maar twee dagen ervoor of zo Bruno Godot gaan halen bij... Wat is het? Moeskroen, denk ik. Dan zou ik ook denken, ik zoek mijn andere ploeg, of ik ga naar een andere ploeg uit 1A, om verhuurd te worden. Ja. Als dat dan toch, als die keuze daar is, of dat ligt op tafel, van oké, we kiezen ervoor om tot het einde van het seizoen... Het is niet dat ze, bij wijze van spreken, bij Cercle niet zouden zeggen, een centrale verdediger kunnen moeten we niet meer hebben. Ja. Nee, het is dat. Dus in dat opzicht ook, voor hem, nu in 1B, hij heeft zichzelf daar eigenlijk al bewezen, dus hij kan er niet echt iets mee winnen.
Ja, hij kan eigenlijk alleen maar verliezen als hij niet goed genoeg is. Hè? Ja. Maar wat misschien ook wel zo gaat zijn, want hij heeft geen wedstrijdritme. Ik heb hem altijd heel erg graag zien voetballen. En ik denk ook dat hij nog altijd de kwaliteiten heeft waardoor hij die transfer heeft gekregen. Maar ja, om dan naar een ploeg te gaan die akkoord wel sowieso play-off 2 speelt. Dus waar je in de kijker kan spelen na die 8 wedstrijden. Die finale matchen kan spelen sowieso. Ik begrijp het ergens wel, maar ik vind het toch wel wringen. Ja, ik ben benieuwd hoe het uitdraait. Ook voor Jan zelf, omdat ik het hem gun om tuurlijk, alleen, die transfer. Het enige dat ik hem niet gun is doelpunten tegen Beerschot. Ja, dat zullen we binnen 2 weken zien. Hè. Maar nee, en natuurlijk OHL ook, Stallone Limbombe gehaald. En ik heb, ja, was de volgende op mijn lijstje. Ja, ik heb direct getweet. Voor mij ik vind dat als je Jan van den Berg en Stallone Limbombe in de winterstop haalt, dan gaat je echt volop voor die. Waarschijnlijk. Ja. Dat deed ze nu ook al. En ergens heb ik ook wel het gevoel dat het een beetje paniekvoetbal is. Want ja. Je hebt een ploeg waarmee dat je de eerste periode ruim gewonnen hebt, want niemand kwam in de buurt van OHL Leuven. En dan gaat je versterking halen in de winterstop. Waarom? Misschien ging het licht even uit in de bestuurskamer. Ja, maar ik vraag me dan af waarom. Ik, het was toch niet nodig? Ik zal het zo zeggen. Het was toch misschien wel nu, want die ploeg draait niet meer zoals daarvoor. Maar ik kan me moeilijk voorstellen. Ja, maar in C kan dat perfect ook gedaan zijn om die kern die nu wat minder draait, gewoon even terug op scherp te zetten. En te zeggen van, kijk jongens, we gaan hier... ziet dat nu, om de vergelijking te maken, bij Tottenham hebben ze nu ook 2 spelers gehaald voor posities die dat we eigenlijk al hadden. Ja, Bergwijn bijvoorbeeld. Ja, dus daar zijn we gedekt. Maar nu merk je dat er concurrentie is en dat iedereen toch net weer dat niveau zo wat omhoog trekt. Omdat iedereen ook voelt, en ik denk dat dat misschien daar ook zo is. Ja. Even laten voelen van, kijk jongens, we hebben hier die eerste periode gewonnen. We zijn nu wat minder bezig, dus we gaan versterking halen. En die man die daar zit, die gaat denken, oeh, versterking. Ik heb die eerste periode toch heel goed gespeeld. Laat mij gewoon staan. Ja, maar als je je niveau niet had, moet je wel je niveau wel omhoog. Dat gezegd zijnde, zowel Stadon in Bombay als ook Jan van den Berg, ja... Beide beter in 1B, denk ik dan dat zij op hun niveau speelden. Hè? Ja, dat denk ik ook. Dat hebben ze in hun, bij hun vorige clubs toch ook bewezen. Dus daar ga ik wel van uit. Ik verwacht... ik denk... Als iets of wat mee zit... En winnen nu op Roeselaren vrijdag... En wint de week erna thuis tegen OHL... Dan ligt OHL eruit voor periode 2. En dan gaan die zich focussen op die finale matchen. En dan hebben ze eigenlijk nog redelijk lang meegedraaid. Als je bekijkt de vorige seizoenen, dat was altijd zo die tweede periode na 3-4 matchen. Ja, jongens, we focussen op de finale matchen. Ja. Nu draai ik... Maar ik ben echt benieuwd hoe dat allemaal nog gaat uitdraaien. Ja, dat gaat in ieder geval heel erg spannend worden. Het enige dat we, denk ik... Of dat niemand hoopt, is dat OH Leuven het... buitenmens van OH Leuven. dat OH Leuven het, de tweede periode ook zou winnen, want dan... Ja, dan mis je die finale wedstrijden die toch wel heel erg leuk zijn om naar te kijken. We hebben er slechte herinneringen aan, maar ze puur zijn wel statistisch leuk, en historisch moet het natuurlijk terug een finale wedstrijd worden. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. We gaan het wel nog even hebben over een andere transfer. Philippe en Michael. Ja. Heb jij al eens gehoord van Tom? Dat is de grote hamvraag. Ja, ik heb hem al gehoord. Die jongen traint mee, maar die gaat... Allee, het is wat Losada ook zei, denk ik. Ik denk dat Hernan was die zei van die heeft tijd nodig om... moet niet... Ja, Luciano da Silva zei dat ook. Niet verkeerd. Die jongen is 18 jaar. Die komt dan hier in het prachtige Antwerpen terecht. In het meest exotische stuk van Europa, ja. Dus die gaat tijd nodig hebben. Ze hebben nu, denk ik, een contract voor 2,5 plus 2 bijkomend. Indien, zo'n optie voor nog 2 bijkomen. Mm-hmm. Dus dat is duidelijk een transfer op lange termijn. Iedereen gaat natuurlijk denken van, ja, we maken zo weinig goals, we hebben een spits. Maar ik denk niet dat we nu moeten denken dat hij... Gaat hij spelen, denk je? Ik denk op dit moment zou ik denken van niet. Hij is hier nu 2-3 dagen. En Hernan heeft ook gezegd, een paar weken terug, dat hij gelooft in de spitsen dat hij nu heeft. Ja, maar ja, dat is natuurlijk voetbal, hè? Ja, dus als ze zeggen, we gaan de coach zeker niet buiten gooien, dan is het meestal niet lang meer voor hij buiten is. Nee, dat is waar. Ik ben benieuwd, maar ik denk niet dat dat voor deze seizoen nog het grote lot is. Ja, het zou fantastisch zijn.
ja, moest... Hij moet maar één doelpunt maken en dat is in de finale. Ja. En om het grootste winnende doelpunt. Hebben we heel lang mee gelachen met vorige seizoenen met, hoe heet hij nu ook alweer, die spits uit Ivoorkust, denk ik? Nee. Die heeft niet gespeeld. Jacques. Oh, ik weet alleen zijn voornaam. Is het mijn Z? Denk het, ja. Zoua. Zoua. Ja. Jacques Zoua. En dan gingen we... het maakte niet uit. Hij had heel de match op de bank gezeten, want toen tegen Cirkelen... is hij ingevallen, denk ik zelfs. Hè? Dat kan, maakt ja. Er al niet uit. Als hij toen één doelpunt had gemaakt, ja, was het, geweest, hem allemaal, hè? Vergeven. Ja. Dan, nachtmerries, Luther, ja, nachtmerries. Ja, dus ik heb daar nog altijd... dat was ongelooflijk, ja. Jacques. Maar oké, die nieuwe Braziliaan, laten we hopen dat het geen kat in een doos is. Een kat in een zak, wat zeggen ze? Ja, een kat in een zak, zeker. Hè? Je weet nooit in het voetbal, hè? Maar ik ga er zelf niet van uit dat die nu... Nee, ik heb daar wel zo altijd een gevoel bij. Er zijn twee opties. Ofwel is dat de nieuwe Ronaldo, ja, ofwel is dat de nieuwe Diego Montel. Ja. Montiel. Zo, iemand die gewoon terug vertrekt, waar we eigenlijk niks van gezien hebben. Het is nooit middelmatig. Het is ofwel heel erg goed, ofwel heel erg slecht. Ja. Laten we hopen op het eerste. Hè? Ja. Ik ben benieuwd. Maar heb je al iets gehoord van... Ja, want hij traint dan mee natuurlijk. Nee, ik heb er voor de rest nog niet veel van gehoord eigenlijk. Want ik weet bijvoorbeeld Octavio vroeger. Ik weet niet of je die nog kent. Ja, ja, ja. Die toverde echt op training. Ja, ja, maar die... Allee, er zijn denk meer in de latere matchen van zijn Beerschotperiode waren er ook matchen dat hij echt wel... Ik kan mij nog zo'n wedstrijd zijn draai vond. Dat hij aan de zijlijn loopt en die doet daar zo... Geen die FIFA-beweging, ik kan het alleen maar uitleggen, dat je drie keer naar de kant tikt waar je loopt en dat je hem zo... Je wipt hem zo op tussen spelen. En op een gegeven moment deed hij dat effectief en dat werkte. Maar ik was helemaal in de war. Dat was ook een goede voetballer. Die kon voetballen. Je zag dat hij kon voetballen. Ja. Kwam er gewoon niet altijd uit. Nee, inderdaad. We gaan wel nog even afsluiten met Octavio eigenlijk, hè? Want hij is ook weer opgedoken. Ja, ik heb dat gezien. Ja, Koen Frans heeft het... gevonden. Eerste klasse Bulgarije. In Bulgarije. Ja. PFC Beru. Dat vraag ik mij dan ook af. Hoe kom je daar terecht als Braziliaan? Vraag ik mij dan af. Dan moet toch een makelaar hebben die... Allee. Dat is Bulgaarse maffia, dat kan toch niet anders? Ja, maar die zegt... en waarschijnlijk, hij komt daar nu terecht en voor hetzelfde geld is hij binnen een maand er alweer weg. Ja, of scoort hij daar 20 toepunten. Dat kan ook. Allee, ik ken de sterkte van de Bulgaarse eerste klasse. Geen idee van... Ik denk de enige Bulgaarse ploeg die ik ken zal Levski Sofia zijn, zeker. Maar dat is dan echt al van jaren terug. Ik was inderdaad Koen Frans en ik zag hem met dat truitje. Die komt van die dingen af waar ik van denk, hoe in godsnaam weet... Allee, waar vind je dat zoiets? Ja, dat zijn zo van die... Die dingen die ergens opduiken. Dat zijn zo van die fora met culttransfers Maar zo is Koen natuurlijk wel... Ja. Voetbalmanager spelen, tot hij erbij neervalt en zo van die dingen. En dan de laatste transfer waar ik het toch nog heel even over wil hebben, want ik zei dat we gingen afsluiten met Octavio, maar mijn oog viel hier nu nog op een andere naam. Emeric Duduit. Ja, is... Gek, hè? Heel derde klasse in Frankrijk in Ik had dat gezien en dan vraag ik mij af, is dat dan nog... is dat profvoetbal, derde klasse in Frankrijk? Ik denk dat niet, eigenlijk. Ik heb het... dat lijkt me heel straf. Ik kan het mij ook niet inbeelden. Want maar aan de andere kant, de League A is wel een competitie waar wat geld in zit. Ja, maar ik denk vanaf League 2 zijn er toch ook Dat zal ook wel profs nog zijn, maar dan... Ik denk, er zijn weinig landen die, zoals Engeland, waar League 1, League 2, League 3, dus dat je prof bent tot in League 3 ook nog, of wat is het? Ja, dus... ja daar in Engeland speel je in vierde klas voor 20.000, 25.000 man soms. Dus. Ja, maar daar is het logisch dat je prof bent. Dus, hè, maar in Frankrijk echt geen idee of hoe dat daar ineen zit. Wel interessant. Ja, interessant om in de hoogte te houden vooral. Ja, maar heel erg raar, want op een gegeven moment, juist op het moment van zijn transfer eigenlijk, de beste rechtsback van de competitie. Hè? Ja. Hij is toen gehaald, niemand wist wie hij was, speelde bij Tubeke. Was elke week de beste van het veld. Elke week was echt een goede transfer. Heeft dan rugproblemen gehad en speelt nu bij USL Dunkirk. Ja, maar dat is wel natuurlijk vlak bij de grenzen. Ja. Dunkirk, dat is zo het eerste wat je tegenkomt als je de kustlijn overwandelt. Maar ik vind het heel erg raar. Die was toch samen met Bourdain naar Beerschot gekomen, hè? Was dat niet op hetzelfde moment? Ja, maar ook een beetje een gekke timing. Ik heb het ook op social media van spelers gezien, voor ik het dan...
officieel van de club vernomen had en zo van die dingen. Of dat er een persbericht naar buiten kwam. We gaan hier afsluiten, Frank. Okay. Bedankt voor een fantastisch gesprek. Graag gedaan, ik vond het gezellig. Ja, ik kom wel echt nooit meer naar Gent-Brugge. Ik zeg maar al. Is het omdat het regent? Ja, je had het beschreven als exotisch en dat was het echt wel totaal niet. Ja, kijk. Het ergste is eigenlijk dat je juist achter dat stuk woont waar je maar 90 mag. Ja. Ja, net er voorbij. Alright. Bedankt allemaal om te luisteren. En graag tot een volgende keer. Ik kan al meegeven wie de gast is. En dat is Seba Rodriguez, de ex-materiaalman. Die komt volgende week aan het woord. Tot dan. En dan tussendoor. Kaf en stap moet hem dan worden. Daar is Terkele. En daar is de voorsprong.